makkelijk, snel en betrouwbaar. Verzend vanaf nu geld naar Suriname via MoneyGram bij Haaien de Vries International Money Transfer met verschillende vestigingen in Paramaribo, Wanica en Nieuw-Nikeri. Overal in Suriname. Geld verzenden naar uw familie. MoneyGram, bringing you closer. Stalvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. We gaan naar onze minister. En dat is minister van Openbaar Werken, de heer Riyad Noor Mohamed. Meneer minister, welkom. Ja, meneer Pinas. En ook alle luisteraars, bedankt. En ik ben er weer. Mooi zo. Wat voor jaar was 2021 voor u en uw ministerie? U had geen geld, heb ik u vaak horen zeggen. Je hebt niks kunnen doen. Wat heb je kunnen doen dan, ondanks u geen geld? Nou, toch hebben we heel veel gedaan. In feite ben ik zelf verrast achteraf. Omdat ik meen dat ik in december of begin januari heb ik het jaarverslag laten presenteren door de verschillende directeuren. En eigenlijk viel ik achterover. Dat ondanks weinig beperkte middelen, wij met eigen beheer, eigen initiatief, eigen medewerkers, wat kleine investeringen met schenkingsmiddelen, met bijdrage van de lokale bevolking, met donaties van bedrijven, toch heel veel hebben kunnen doen. Dus je moet rekening houden dat ik ook altijd heb gezegd, ik ga ook niet alleen projecten doen, ik ben er voor veel meer. Ik ben er voor de personeelszorg, ik ben er voor communicatie, ik ben er voor wet en regelgeving, voor verbetering van onze interne faciliteiten, externe faciliteiten, dus veel meer dan projecten. En dat heel pakket neem ik mee en dan zeg ik dat ik eigenlijk zelfs verrast ben geworden dat we toch heel wat hebben gedaan. Wat is heel wat? Heel wat klinkt heel wat, ja. Maar wat is concreet dan? Nou, dus dat zeg je net toch? Laat me een voorbeeld geven. Bevorderingen voor het personeel is voor mij even belangrijk als het asfalteren van de weg. Aha. Als je mensen ontevreden zijn, dan heb je een groot probleem. Dus dat is in geen jaren gebeurd. En we hebben dat ontwikkeld. Op een transparante manier kunnen mensen dat doen. Nou, dat is voor mij enorm belangrijk. Ik geef een ander voorbeeld. Jubilarissen. Mensen die pensioen gaan, afgelopen 5 jaar niet gedaan. Ik haal die achterstand in nu, jaarlijks. Is voor mij zeer belangrijk. Maar ook voor de ambtenaren die hebben gewerkt. Dus dat zijn personele zaken bijvoorbeeld. Zo kan je gaan op wet en regelgeving. Onze wet en regelgeving zijn lang niet aangepast. Nou, ik heb initiatief genomen. Laten we dat op de operatietafel zetten. Laten we dat indienen. Je mag dingen doen op het gebied van infra, maar als je niet kan haven of je kan geen sancties treffen, heb je gewoon een probleem. Dus dan is dat een klein ding op papier, maar heeft enorm veel waarde en gewicht. En zo hebben we natuurlijk ook wat projecten gedaan. Kleine dingen, zaken zoals loopstijgers, wegen die een beetje slecht waren, zoals, ik geef een voorbeeld, de weg Latour. Latour Zondagmarkt, de Saaiwee, heeft het laagje gehad, toplaagje gehad, heeft voor heel veel verbeteringen gezorgd. Een van de grootste activiteiten was natuurlijk die hele ontwatering, dat jarenlang verwaarloosd was, of niet gebeurd was. Nou, daar is een hele schoonmaakbeurt gekomen. Maar dan hebben we ook natuurlijk stadsverfraaiing, een beetje groenvoorziening aanpak. Hebben we voort kunnen zetten. Ophaal van vuil. Hebben wij gegarandeerd. Dat was een van de dingen waar we niet op bezuinigd is geworden en waarop we hebben wat we heel goed hebben voortgezet, landelijk. En zo kan je dus doorgaan. Grote projecten waar we initiatief hebben genomen tot kleine zaken. Dus kortom, er is heel veel gedaan. Nou, Ik denk dat er weinig periodes zijn dat ik in 1 jaar misschien meer heb gedaan dan 5 of 10 jaar. Dat is echt de realiteit. En dat gaan we voortzetten. Ontwateringproject, zegt u. Wat betekent dat? Betekent dat bij een kleine regenbui Paramaribo niet meer onder water loopt? Nee.
overal waar heb je ontwater? Nee, dat was, ik weet niet of je herinnert, dat was het groot ontwateringsophaalprogramma landelijk, echt in het hele land. Uh-huh. Dat was, geloof me, echt vanaf Albina tot Nikeri, tot Para. Vooral waar de mensen wonen en vooral waar de landbouwgebieden waren. En je had ook Paramaribo en Wanica natuurlijk. Saramaka zijn vooral de primaire en tertiaire, secundaire en tertiaire kanaal opgehaald geworden. Dat is zeer belangrijk, want het water stroomt in elk geval nu. Ik keek vorige week, had het ook even hard geregend. En ik vroeg de mensen of het water snel weggetrokken. Ja, het water is sneller weggetrokken dan normaal. Dus dat is een van de belangrijke dingen die gedaan moet worden en die ook moeten onderhouden. Maar natuurlijk heb je dat andere kunstwerken die ook onderhouden moeten worden. Dat is een fase 2, een fase 3. Mooi. Je hebt het net over personele zaken. Hè? En uit uw woorden haal ik net dat u heel erg begaan bent met uw personeel. Maar toch is er een staking voortdurend deze afgelopen weken bij het ministerie. Waaraan u leiding geeft. Waar ligt dat aan? Nou, je weet, bij het ministerie van Warenwerken hebben we een aantal bonden. En toen ik kwam was er natuurlijk een zekere ontevredenheid. Omdat de afgelopen jaren aardig wat verwaarloosd is geworden bij het ministerie van OW. Problemen zijn opgestapeld. Dus ik heb besloten dat op te pakken. En het eerste jaar waren er vanaf het begin toch wel één of twee acties. Logisch, want mensen waren misschien moe van het wachten 10 jaar lang en wilden nu echt een verandering hebben. Dat is vrij goed onder controle. We hebben overal bewezen dat wij zaken hebben aangepakt. En voor het gros van de vakbonden is er inderdaad rust gekomen. Maar er zijn soms vakbonden die misschien nog steeds niet tevreden zijn. Dat kan. Toch? Dat iemand veel meer wil zien, et cetera. Dus er is zeker één vakbond die nog meer wil zien. Maar dat is de bond van Salon. Die gaat tot het uiterste. En u dreigt ook met no work, no pay. Hoe staat no het work, daar? No pay geldt alleen voor die vakbond. Uh-huh. Ja, no work, no pay geldt alleen voor die vakbond vanaf 1 januari 2022. En niet voor andere vakbonden die in actie waren. Omdat er voor mij geen basis is dat er iets onrechtvaardig nog gaande is. Zo simpel is dat. En zij moeten leren luisteren naar het gezag van de minister. Het is een vakbond. Vroeger was de macht in handen van bepaalde vakbonden. Die tijd is voorbij. Die tijd is voorbij. Ja. Het gezag van het ministerie is terug bij het ministerie. En niet bij dat gedoe die we hebben gehad bij de vorige regering. Ja, dus u regeert met de aardaan dan, ijzerhand, moet ik dat zeggen? Nee, het is nodig, want ik ben hier om het ministerie van OW te redden. Toch, we moeten liever niet praten over de perikelen die we hebben gehad voor mijn aankomst hier op het ministerie. Dus dat zei ik je, projecten uitvoeren is één. Maar het gedoe, dat mensen verplicht werden van districten elke dag met de bus te brengen naar andere plaatsen onder dwang, is opgezet. Dat was de situatie toen ik kwam. Mensen waren gemuteerd van links naar rechts. Politieke rancune. Dat was de situatie die ik heb aangetroffen. En daar is eind aan gekomen. Dus ik zeg, ik heb niet alleen projecten gedaan, maar ik heb ook zwaar aandacht hieraan besteed. En het is belangrijk dat die mensen die werken bij jou ook vrij zijn. Er is geen dwang meer. Mensen zijn niet meer bang. En die omgeving moet je ook creëren. Toch, mensen zijn niet meer bang dat dit en dat gaat gebeuren. Iedereen mag vrij binnenlopen. Dat had je vroeger niet. Dus dit is een belangrijk vraagstuk. Dit is wat we noemen machtsvraagstuk dat we hebben gekend de afgelopen 10 jaar. Toen niemand kon praten. Niemand mocht praten toen. En vandaag mag alles. Dus wanneer ik vind dat er een zekere heel veel gedaan wordt. En dat de richting de goede richting is. Dan vraag ik ook dat de arbeiders ervoor zorgen dat het bedrijf niet kapot gaat. Kijk, OW, openbare werken, dat is een ministerie dat heel gevoelig is voor corruptie, grote infrastructurele werken. Hoe heb je dat kunnen indammen?
Nou, ik heb nog niets van u gehoord, hè, dus ik neem aan dat u het hebt kunnen bestreden. Ik heb nog... Nee. Dat is zo makkelijk gaat dat niet. Er is nog veel te doen. Laat maar zeggen, iemand zei een keer dat ik te transparant ben. Dat kan killing zijn. Dat heb ik gedaan. Ervoor zorgen dat heel veel transparant geworden is. Dat gaat verder gaan. Waardoor je heel veel ook kan ontmaskeren. Als men leugen zou verzinnen of maken. Dus transparantie is de hoofddraad in het geheel. Maar je hebt... dat lost al heel veel op. Ik denk 50% helpt je dat probleem op te lossen. Maar dan heb je natuurlijk ook... Ik geef je een voorbeeld hoor. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar... Als bij het ministerie van OWI, zoals in Nederland... dien je bijvoorbeeld ook vergunningen in. En wanneer iets te lang duurt... dan gaan mensen altijd komen met giften. Van één kan je niet sneller doen. En dat is iets dat bestaat. Dus dat moet je dan ook aanpakken, dat dingen te lang duren. En ik ben op dit moment bezig met de laatste hand daaraan te leggen. Dat is dat wij ook dat gedeelte gaan vrijgeven, loslaten. Transparant maken, online maken, et cetera. Daardoor ga je ook wat minimaliseren. En dan heb je een derde ding waarvan ik vind dat wij misschien ook wat kapitaal verliezen. Dat is onze controle. Onze controle is heel, is naar mijn mening slecht. Daar moet ik zwaar aanpakken. Dus wij gaan de controledienst van ons versterken. Omdat door gebrek aan controle kan het zijn dat bijvoorbeeld aannemers of dienstverleners je misschien oplichten op het veld. Als wij niet kunnen controleren, hebben we een groot probleem. Dus ook dat wordt aangepakt, waarbij de controle voor een deel gaat stoppen in handen van die dienstverleners. En wij in de loop der tijd zwaar nog gaan investeren in mensen op dit stuk en materieel. Dus dat is het pakket van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat dit echt tot het minimum gaat behoren. Ik denk als ik hem kan drukken naar 10%, dan is het geweldig. U bedoelt wel de corruptie drukken naar 10%, dat bedoelt u niet toch? Ja, van 100% zeg maar naar 10%, dat is het geweldig. Ja, hoeveel procent staat het nu? Zeg maar bij overname, ik wil gewoon zeggen bijvoorbeeld op 100%, omdat heel veel, tenminste wat ik heb gedaan is nieuw, komt erbij, dus ik wil gewoon uitgaan van 100%. Want controle moet heel goed zijn. Dus als de controle heel goed was, dan zou ik niet zeggen 100%, dan zou ik gewoon zeggen 50%. Want ik zie het toch, er is heel wat verspilling geweest. Je weet, vorig jaar heb ik nog gezegd hoe we hebben bezuinigd. En dat komt gewoon door, als we betere controle hadden, als we goed opgeleid personeel hadden, dan hoefde dat niet te gebeuren. Toch? Dus daarom doe ik het grover, zeg ik dat. Ik ga gewoon uit van het is 100% en ik ga hem terugduwen naar 10%. Oké, 0%, is dat geen streven? Heb je nooit gezegd? Het moet normaal 0% zijn, maar ik weet niet of dat bestaat in de wereld. Ja. Maar het is goed dat hij zo makkelijk... Dat in Nederland bestaat dat niet. Nee, nergens. Ik bedoel, 10%, 5% ja. is ja. Het is ongekend dat hij zo makkelijk praat over corruptie in Suriname. Vindt u niet vreemd? Want dit is een taboe onderwerp, dat u zegt van er is corruptie bij uw ministerie. Ik heb een Surinaamse minister dat nooit horen zeggen. Nee, kijk, ik ga je ook wat zeggen. Weet je wat het is? Misschien is die corruptie ook legaal. Ik ga je een leuk voorbeeld geven. Ik weet niet of jij me dat had geïnterviewd, maar je weet, toen ik aantrad, was dat heel goed doen met brandnieuwe auto's. Dat is een vorm van legale, openlijke corruptie. Naar mijn bescheiden mening. Omdat je dat met voorbedachte raad hebt gedaan en gepland. Dus ik reken dat ook wel corruptiepunt uit, weet je. Het feit dat je projecten hebt gedaan buiten de gemeenschap om en hebt doorgedrukt en weg hebt gehaald, hebt gekapt, is naar mijn bescheiden mening een openlijke vorm van corruptie. Ja. En u ziet ze allemaal en u pakt ze ook op. Nou, we hebben aardig wat gedaan.
We hebben aardig wat klachten ingediend bij het klachtenindri en de PG. Maar sommige dingen heb ik maar zelf opgepakt, want het onderzoek duurt te lang. Dus sommige dingen pakken we zelf op, omdat het niet geweldig is om te onderzoeken waar wat is. Dus dat doen we zelf. En dan zijn er misschien kleine dingen, maar voor mij is het wel 100%. Ja, hoor. Ik ben blij dat met een minister die corruptie wil aanpakken. Want OW staat bekend om corrupte ministers en corrupt ministerie. Ja, toch? Nee, ja. Dus of stand, zo of staat... heeft het altijd een label gehad. Het heeft altijd die label gehad omdat mensen geen vertrouwen meer hadden in het systeem. Maar niet alleen van OW, hoor. Van het hele land was het. Het is niet specifiek van OW. Misschien ligt de nadruk bij OW omdat grote bouwkundig werken vandaar besteed werden. Dat is waar. Kijk, ga je wat zeggen. Bij de vorige regering werd de regering 2010-2020 is bijvoorbeeld 70% van de werken is semi-openbaar aanbesteed. En 30% openbaar. Bij mij is dat omgedraaid. Laat me zeggen, het is meer dan 70%. Hoor. Bij mij is het dan 70% openbaar en 30% semi-openbaar. In feite is het percentage zelfs lager, die 30%. Dat alleen is een belangrijke ontwikkeling. Dus dat alleen helpt voor minimalisatie van je, zeg maar, eventueel corruptie. Toch gewoon het mechanisme, het principe. Dus zo zijn er dingen die automatisch, doordat je iets hebt veranderd. Kijk, ik ga ook een simpel wat zeggen hoor. Toen ik kwam had je ook klachten. Ja, wanneer we die enveloppen zetten in die aanbestedingsbus, dan zijn er mensen die dingen weghalen. Dus weet je wat ik heb gedaan met de pinas? Ik heb een ding van glas gemaakt. Van glas? Dus nu ziet iedereen... Ja, van glas. Dus okay. je ziet alles. Dus het zijn van deze gekke dingen die misschien gebeurden en die inderdaad voor corruptie kunnen zorgen. Dus ik heb heel veel geïnvesteerd en aangepakt. Zo, oké. Dat is duidelijk. En dan wil ik het jaar. U hebt je begroting al. U weet al wat u gaat doen in 2022. Wat zijn de grote werken die ons staan te wachten? U althans, als minister. Dus wij gaan rustig door met dat divers beleid. We gaan door blijven investeren in het divers beleid van OW en wat projecten betreft. Gaan we een stapje verder. We gaan door met de grote asfalteringswerken, die we allemaal kennen. We gaan door met de voorbereiding en bouw van bruggen, grote bruggen. Het baggerproject gaat ook door. Je weet dat is een continu ding voor het leven geworden, zeg maar. Mm-hmm. Even kijken, ja. Dan ontwatering behoort ook voor mij tot een grote categorie project. Hoor. We gaan nu in een volgende fase waarbij we dus wat pompgemalen gaan renoveren. Sluizen gaan renoveren, zijn kostbare zaken. Kanalen gaan we schoon proberen te houden, maar dat is die fase al voorbij. En dan hebben we ook op gemeenschapsniveau zijn er vaak kleine zaken die we ook zelfs moeten doen, soms een wegafschuiving. Dus kleine projectjes gaan door verkeer. De ordening van verkeer gaat verder worden ontwikkeld. Waar er geen verkeersborden zijn of duidelijke wegmarkering gaan rustig door. Dus dat is op resortniveau, buurtniveau gaan we ook wat proberen te doen. Ik moet je even wat zeggen dat we bijvoorbeeld de binnenstad, want vooral misschien Nederlanders die komen, toeristen die komen. Voor de binnenstad hebben we een overeenkomst gesloten met zeg maar alle bedrijven in de grote stad, de horecasector, waarbij we gezamenlijk een face-look gaan geven aan de binnenstad. We zijn al begonnen, dus mensen die rijden, die zien met hun ogen dat we alle gras, alle onkruid, zand en dergelijke dingen al ontdoen. Er komen de wegmarkeringen worden zichtbaar. We gaan het proberen een beetje netjes te doen in één keer. De komende maanden zullen we bezig zijn. Dus dat is wat de binnenstad betreft. En dan komen er ook nog wat projecten zoals nieuwe overheidskantoren en woningbouw. Dat zijn belangrijke vraagstukken om posten die we uitgeven te gaan om te zetten in eigendom.
We hebben het beleid van staatsgewoon zit bij OE. We huren soms wat kantoor gewoon. Ik heb gewoon gezegd, hier en dan, laten we onze eigen panden opzetten en verhuizen. Dus daarmee gaan we starten. Dat gaat na lange tijd weer zo zijn. In het vroeger hebben regeringen het geprobeerd hoor. Ik ken de situatie van één paal die geheet is hier of start zijn maar nooit afgerond. We gaan het weer oppakken, want het is iets dat echt gedaan moet worden in dit land. Dus dat is een beetje het kader wat OW betreft. Openbaar groen, dus de groenvoorzieningen. De vuilophaal landelijk pakken we ook op. Dat gaat verder worden voorgezet. En gebouwen krijgen meer aandacht, zoals monumentale gebouwen van de overheid. Dat staat ze net niet lang teruggegeven. En we komen met nieuwe gebouwen. En woningnood, dat is nog een heet hangijzer hoor, ga ik je eerlijk zeggen. We hebben de particulieren die heel veel bouwen. Maar de sociale woningbouw vanuit de overheid komt nog niet zo goed op gang. Dus dat is nog een heet hangijzer, heet hoofd, van hoe we dus de echte groep die dat nodig heeft, kunnen helpen met woningen. Dat is het kort hoor. Kijk, civiele techniek is ruim. Mm-hmm. En het gaat landelijk zijn, dat moet ik ook zeggen, vanaf Nikeri. Ik ben verleden naar Nikeri geweest om het startsein ook te geven daarvoor de civiele technische werken die daar zullen plaatsvinden. Nikeri krijgt enorme aandacht vanwege het ministerie van LVV. Dat betekent de grote pomgemalen voor de reissector, die worden op dit moment vernieuwd. Er loopt een IDB-project die de andere sluizen en gemalen gaat herstellen de komende jaren. En wij besteden onze aandacht aan de weginfrastructuur. En zo ga ik naar elk district, Koroni, Saramaka, ga ik binnenkort om het startsein te geven voor een aantal projecten die daar hinderen, die daar gedaan moeten worden. En zo kom ik terug naar Paramaribo, waar vooral in Paramaribo en Wanica een groot probleem de wegen zijn. Ja, dat is optisch, dat ziet iedereen en daar wordt u op afgerekend, toch? Ja. Er wordt tijd dat u gaat het oppakken. U zei, u gaat verhuizen. Wil u verhuizen? Ik denk, u zit in een van de mooiste gebouwen van Paramaribo, het ministerie van Openbare Zaken. Nee, ik heb ervan afgezien. Oh, het is een heel mooi gebouw, toch? Daar bij het stadion, is het stadion? Ja. Ik vind het een van de mooiste gebouwen van Suriname. Je hebt helemaal gelijk. Dat gebouw, er zijn enorm veel mankementen. Weet je, lekkages, dit, dat voor oudere kabels. Dus soms ben je dat, als je dat soort dingen hebt, moet je maar gewoon even opnieuw beginnen. No. Maar het zou ook goed zijn om de vloek weg te halen die men jaren heeft op het ministerie. Weet je, dat is ook een van de methoden om dat op te lossen. Maar, de vloek weghalen, hoe wil je dat doen? Met Jeroen Pandidnos of Bonuma, wat welke? Ja toch, dus soms is dat de methode om het probleem ook op te lossen. En dat helpt soms enorm veel. En soms is dat de oplossing. Okay. En dat was de reden waarom ik dat zei. Maar erger nog, omdat voor mijn komst had het ministerie ook opdracht gegeven voor een nieuw ontwerp. En dat was gemaakt. Het nieuw ontwerp was gemaakt. Het is het gebouw is nooit meer opgezet. Mm-hmm. Maar nu is mijn idee. Ja? Dus dat is wel leuk. Dat ga ik ook aan de Raad van Ministers vertellen. Nu is mijn idee om die Lasmonstraat toch her te gaan inrichten. En vooral daar te kijken als we de overheidsinstellingen kunnen plaatsen. Want er zijn nogal wat gronden vrij. Waar precies? Van de staat. Uh-huh. Nee, dat ga ik je niet vertellen. Oké. Okay. nee, dus er zijn inderdaad gronden vrij van de overheid. Waar we inderdaad, overheidskantoren kunnen plaatsen. En die straat is net een New York Street. Dus dat kan. Weet je? Mm-hmm. Wall Street. Ja, een soort Wall Street. Uh-huh. En dan krijgt het een nieuw gezicht. Maar u hebt geen geld, maar waarom denkt u aan dit soort dingen? Nee, kijk, net wat ik je zei, wij huren ook staatsgebouwen. Oké. Nou, wat ik zeg is, nou, dan gaan we dat omzetten in eigendom. In een eigen gebouw. Ja. Dat moet toch kunnen? Ja, dat is goedkoper, dus zou je denken. Je komt op een gegeven moment goedkoper uit. En de grond heb je al, je hoeft dat niet meer te kopen. Weet je? Ja. Dus zo ben ik elke dag bezig om na te denken over dit soort zaken. Want niet voor alles heb je geld nodig. En het belangrijkste is waarom ik deze dingen zou kunnen doen nu, is omdat die koers ook stabiel is. De mensen zijn weer bereid te investeren. IMF is er ook bij. IDB, ja. Wereldbank. Ja.
Mooie tijden, dus minister. Ja, ik wil u danken voor uw toelichting. Zullen we afspreken dat u een keer in de maand hier vertelt hoe, wat u allemaal doet en hoe het voortgang vindt in Suriname? Ja, okay. Ja, als het zondag is, zondag ben ik meestal echt beschikbaar. Oh, oké. Okay. Zondag ben ik op het veld. Uh-huh. Ik zou inderdaad op het veld zijn, maar even verschoven. Het was even te druk geworden. Uh-huh. Dus dat kan altijd. Oké. Okay. Ik dank u voor uw tijd en toelichting, minister van Openbare Werken, Riyad Noor Mohammed. Alsjeblieft. Dank u. Dat was hem, live hier in de diaspora. Dit is Diaspora Talk in Diaspora Today. And here we are. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.